Ja, de vorige keer hebben we het eigenlijk 2 weken vooral over stedenbouw gehad. En ik wil nu wat meer inzoomen op architectuur. Ook omdat, denk ik, in jullie project je de eerste weken vooral met die stedenbouw bezig geweest bent. Als ik het goed begrepen heb, toch ook de bedoeling is dat je in het tweede deel meer inzoomt op architectuur. En dat dat aan het eind van het project weer een keer bij elkaar gebracht wordt. Ik heb het de titel meegegeven, Architectuur als Performance. De subtitel is Zaans idioom. Daar wil ik het over hebben. En dan in de hele brede zin, van landschap tot kleurgebruik, van veen tot verf. Even kijken, dan moet ik kijken hoe ik dit. Hey, hoe kom ik nou naar de volgende? Afbeelding. Nee, Ik gewoon even op het plaatje klikken en dan spatiebalkje. Ja. Ja, heel eenvoudig. Nou, eventjes terugblikkend op wat we de vorige keren gedaan hebben. De eerste verhaal ging over ruimte in het algemeen, over tekenen en over lijnen als middel van om ruimte te begrijpen via het tekenen. Ik heb toen de Zaanse ruimtelijke kernkwaliteit toegelicht in dat kleine boekje, dit boekje. En toen de opdracht die erbij hoorde was van hertekende kaarten maken een schilderij. Nou, dat hebben we gedaan. De tweede keer heb ik het nog wat meer gehad over hoe je naar ruimte kunt kijken als place en als space. En we hebben het toen gehad over framing the view en eigenlijk ook framing of depicting the sequence. Hoe je vanuit de fauteuil ruimte ervaart in zijn hoedanigheid van place en space. Maar ook hoe je juist door de ruimte kunt bewegen. En hoe je als het ware stedenbouwkundige bewegingen door een gebied ook kunt tekenen. Nou ja, in verband met Zaanstad kwam daar ook het begrip van overhoekse frontaliteit kwam naar voren. En de opdracht was om een middeleeuwse tekening te maken en die als het ware uit te bouwen tot een kijkdoos. Nou, het de vorige keer over gehad. Die middeleeuwse tekening, daar waren jullie al een aardig end mee. Dat was ontzettend leuk, vond ik. En de uitdaging was eigenlijk om te kijken of als je die platgeslagen gevels omhoog vouwt, of je dan tot een soort van kijkdoos zou kunnen komen. En ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt. Ook een experiment. Nou, vandaag dus iets meer inzoomen op architectuur. En ik heb een paar begrippen op een rij gezet. Iets over dat Zaanse idioom. Wat is idioom? Wat heeft dat te maken met identiteit, authenticiteit? Ik wil het hebben over de samenspraak van vele talen, van meerdere idiomen. En hoe die talen vervoegd worden naar de Zaanse lijnen, die uit de eerste lezing naar voren kwamen. En dat, zoals gezegd, van landschap tot kleur. Maar ja, er zit ook een soort sociale dimensie aan in dat idioom. Het gaat als het ware over de vaste dingen in onze omgeving, hè, de stedenbouw en de gebouwen en de architectuur. Maar er zit een dimensie aan vast van, ik noem dat maar even omgangsvormen. Nou, met name bij het kleurgebruik vind ik dat opeens heel erg duidelijk worden. Dit is een soort nieuw denkspoortje voor mij, dus dat wordt ook een beetje experimenteren. Ik ga kijken hoe ik dit in deze lezing een beetje aan elkaar kan breien. Nou, idioom, ik zei al iets, hè, is eigenlijk een vorm van taalgebruik. Ja, er is eigenlijk altijd al wel een algemene taal, als je Nederlands neemt. Een idioom is dan als het ware, nou ja, is straattaal of is een dialect in de Zaanstreek of een manier van praten in een bepaalde streek. Het kan ook een manier van praten zijn, een manier van uitdrukken in een vakgebied bijvoorbeeld, hè. Jargon hoort er ook bij. Het is alleen van een algemene taal een soort meer plek- of groepsgebonden vervoeging,
zou je kunnen zeggen. En ook in de architectuur heb je daar wel een woord voor. Hè? Je hebt de algemene, de brede architectuurgeschiedenis en over de verschillende stromingen en dergelijke. Maar er is een term voor dat, als het ware, een heel erg plaatsgebonden vorm van architectuur, die wordt vernacular genoemd. Oké. Nou, architectuur is natuurlijk een kwestie van gewoon constructies maken, van onderdak bieden. Daarvoor moet je iets construeren, dus het gaat ook over de firmitas van Vitruvius, hè, over stevigheid. Dat is natuurlijk een hele wetenschap op zich. Zaken moeten niet instorten. Maar architectuur heeft ook een bepaald niveau van informatie of van communicatie. Gebouwen die zeggen ook wat naar elkaar. Althans, zo kan je dat interpreteren. En de boodschap of de betekenis die gebouwen uitdragen, die staat niet per se vast. Die is multi-interpretabel. Hè? Als je met iemand over een gebouw gaat praten of je gaat ervoor staan en wat vind je er nou van? Dan komen er altijd allerlei verschillende verhalen uit voort. Dus het is ook subjectief. Dat geeft je als ontwerper ook de ruimte om er vrij mee om te gaan. Maar tegelijkertijd is het ook cultureel ingebed. Het is niet zo dat wij, als we over een gebouw praten, dat alleen maar vanuit onze eigen achtergrond doen, alsof we als een soort zuigeling op de wereld net zijn aangekomen. Het gesprek over gebouwen en over architectuur is onderdeel van een beeldcultuur. Die vliegt natuurlijk de hele tijd om ons heen. Helemaal tegenwoordig, hè, met alle multimedia. In de reclame, op de tv, ook daar wordt eigenlijk al enorm gebruik gemaakt van ook architectuur als communicatiemiddel. Nou, en omdat het zo multi-interpretabel is, en ook omdat het cultureel is ingebed, is het ook veranderlijk, want cultuur verandert de hele tijd, alsmaar. En het is ook veranderbaar. Je kunt zelf iets bijdragen aan hoe zo'n cultuur in elkaar zit. Je kunt er een nieuwe interpretatie, een nieuwe subjectiviteit inbrengen, die het mensen er weer toe aanzet om weer op een nieuwe manier naar dingen te kijken. Dat is het leuke om als ontwerper in zo'n beeldcultuur te werken. Als het dan om idioom gaat, hè, dat plaatsgebonden en groepsgebonden, dan dat wordt heel erg geassocieerd met een soort eigenheid. Dat is iets bijzonders. Dat wijkt af van wat je elders ziet. Het is als het ware een voertuig om het over identiteit te hebben. En er wordt ook authenticiteit aan toegekend, van een bepaald soort eerlijkheid of zoiets, zou je kunnen zeggen. Ik heb ze expres tussen aanhalingstekens gezet. Het zijn begrippen die natuurlijk ook in deze tijd, identity politics, het vliegt om onze oren. Ook in de architectuur is het begrip identiteit eigenlijk na het strakke modernisme enorm opgekomen in het hele gesprek en in de literatuur over architectuur. Team 10 was daar een belangrijke factor in. Daar ga ik niet al te veel op in. Maar wat heel erg belangrijk is dat ook zo'n begrip als identiteit of authenticiteit, het is absoluut niet statisch. Hè? Dat is natuurlijk het enge van bepaalde identiteitspolitieken, dat identiteit als het ware wordt vastgepind van jij bent dit en je bent niet dit, dus je hoort tot die partij en daarom niet tot deze partij. Identiteit is fluïde en het is dynamisch. Het verandert alsmaar, net zoals cultuur fluïde en veranderlijk is. Dat hoort bij elkaar. Als je het over identiteit hebt, gaat het ook altijd over een soort schaal tussen specificiteit en tussen algemeenheid. Je kunt niet over identiteit praten als er niet ook een algemene taal is. Dus identiteit is altijd iets specifieks binnen iets algemeens. En tegelijkertijd ook specifieke identiteiten maken gebruik
of worden beïnvloed door die algemene taal. Dat kun je in Zaanstad, als het gaat over de identiteit of over het Zaanse idioom, kun je dat ook heel duidelijk zien. En daar zal mijn verhaal ook heel erg over gaan. Hoe bepaalde elementen van het idioom specifiek lijken, maar beïnvloed zijn door dingen van buitenaf en andersom. En wat ook interessant is, vind ik dat dat begrip identiteit gelaagd is. En dan maak ik gebruik van een lezing die ik laatst hoorde in Zaanstad van Gerard Rooijakkers. Dat is een antropoloog, etnoloog. En die stelde de vraag van, ja, identiteit, waar zit dat nou eigenlijk? En hij, even kort uitgelegd, hij zegt van, ja, je hebt identiteit, die zit in het hart, of die zit in het hoofd, of die zit in het oog. Identiteit in het hart, dat is zoiets van, ja, dat zit helemaal in mij, ik ben zo geboren. Dat is als het ware een soort vaststaande kern van je eigen bestaan, die ook niet zo makkelijk deelbaar is. Identiteit in het hoofd is meer als het ware identiteit als intellectuele constructie. Een bepaalde manier van kijken die je in taal tot uitdrukking brengt en die je met elkaar communiceert. En hij zegt van ja, die identiteit van het hart, dat is vaak de identiteit zoals je door de bewoners die daar altijd gewoond hebben, ik noem het maar even heel grof gezegd de inboorlingen, wordt ervaren. En de identiteit via het hoofd is meer van hoe je erover kunt praten en hoe je er een soort gemeenschappelijke taal over kunt ontwikkelen. Dus het zijn ook vaak mensen die net van buiten afkomen en die daar op een net iets andere manier naar kijken en daar een ander soort gesprek over op gang brengen. En die vaak ook de bedoeling hebben om juist verbindingen te vinden tussen de meer, nou ja, bijna letterlijk, de allochtonen en de autochtonen, zou je kunnen zeggen. En de identiteit via het oog, dan heeft hij het over the eye of the observer, dat komt ook uit de kunstgeschiedenis, geloof ik. Daarmee wil hij eigenlijk zeggen van ja, the eye of the observer, dat is werkelijk iemand die aan de buitenkant staat en die de dingen op een bepaalde manier observeert. Dus als het ware niet in eerste instantie onderdeel is van de gemeenschap waaraan die identiteit wordt toegekend, maar die er wel iets over kan zeggen, waardoor je er op een nieuwe manier naar kan kijken. Dat is overigens ook soms het kolonialistische oog, hè? In de antropologie. Nou, dat gaat allemaal heel erg ver. Maar hij zegt ook, dus identiteit, je kunt het van binnenuit zien, van buitenaf zien. Daar noemt hij een paar mooie ingewikkelde termen voor. Hij zegt ook, identiteit wordt heel vaak, gaat op een bepaalde manier leven of wordt onderdeel van de cultuur, als het van buitenaf ontdekt wordt. Hij beschreef bijvoorbeeld in Zaanstad dat het feit dat Monet als Franse schilder in 1870, 1880 naar Zaanstad gekomen is en die streek op een bepaalde manier geschilderd heeft, waardoor het ook opeens in Parijse musea kwam te hangen, dat ook de blik op Zaanstad en het zelfbewustzijn van Zaanstad heeft veranderd. Dus ja, dat kleurgebruik en zo, dat was voor de Zaankanters zoiets van, ja, dat doe je gewoon. Daar waren ze zich misschien nauwelijks van bewust. Hij kijkt van buitenaf en hij geeft dat op een verhevigde manier weer. Hij tilt het naar het niveau van een soort beeldcultuur via de Parijse musea, zal ik maar zeggen. En ja, daardoor denken mensen in Zaanstad opeens ook van, oh hey, zijn wij dat? Hè? Nee, dat ken je natuurlijk in je persoonlijk leven ook, denk ik. Hè? Dat je, je hebt een bepaald zelfbeeld, maar dat wordt heel erg ook beïnvloed door wat je bij je gesprekspartners tegenkomt, waardoor je jezelf weer op een andere manier kunt gaan zien. Nou,
Wat dan nog wel ook interessant is in verband met Zaanstad, hè, daar komen we zo dadelijk op, maar is juist de laatste jaren is zo'n soort gesprek over wat dat idioom is, is erg opgekomen. Daar heeft Sjoerd Soeters een belangrijke rol in gespeeld. Maar dan merk je ook dat er dreigt een soort eenzijdigheid in te sluipen. Hè? Mensen die zeggen van, ah, we hebben die groene planken, dat hebben we nou wel eens een keer gehad. Hè? Dat hoort wel bij Zaanstad. Maar het verhaal is eigenlijk, en dat hebben we ook in dat boekje van die Zaanse kernkwaliteiten beschreven, de stad spreekt inmiddels vele talen. Ook in architectonisch opzicht. Ik ga een paar van die talen ga ik zo dadelijk langs. Ja, het is niet alleen het vernacular, het is ook het klassicisme, het is ook modernisme, het is vleugjes Amsterdamse school, enzovoort. En het interessante is natuurlijk als de stad vele talen spreekt, hoe komen die talen aan de praat met elkaar? Wat doen die met elkaar? Hoe beïnvloeden ze samen de ruimte die ze delen? De gebouwen waar ze bij elkaar staan? Hoe articuleren ze samen dat scala van place naar space? Hoe maken ze samen dat je omgrenzing, meetbaarheid, bepaaldheid kunt ervaren? En tegelijkertijd hoe je kunt ervaren dat we onderdeel zijn van een groter geheel en dat het overvloeit naar space en naar eindeloosheid. Nou, ik haal even deze tekeningetjes terug. Hè. Bij Zaanstad vind ik dat een extra grote uitdaging, omdat je eigenlijk tussen de room, hè, de kamer van het huisje, en het landschap van de Zaan en de fabrieken en de molens. Ja, wat zit daar nou eigenlijk tussen? Hè? Er zijn natuurlijk heel veel steden waar daar iets tussen zit. Er is als het ware van tevoren een gedeelde ruimte, een openbare ruimte bedacht, waar de objecten zich naar voegen, de gebouwen zich naar voegen. Terwijl in Zaanstad, ja, dat is voor zo'n groot deel door een soort, half door een soort toeval tot stand gekomen. En het heeft daardoor een soort rommeligheid, waardoor hoofdlijnen en bijzaken vaak moeilijk te onderscheiden zijn. En daar gingen ook deze tekeningetjes over, ook uit de vorige keer. In de klassieke stad, zoals Amsterdam, is de openbare ruimte eigenlijk gedefinieerd met rooilijnen, waar de objecten aan één geregen worden en frontaal hun gezicht vertonen, terwijl in Zaanstad met die slingerlijnen en die wisselende richtingen van de kavels tonen gebouwen zich niet alleen frontaal, maar worden ze ook en profiel waargenomen. En dat, nou ja, hier komt dat begrip van die overhoekse frontaliteit komt om de hoek kijken. Omgangsvormen, ja. In dat idioom gaat het eigenlijk om het hele scala. Het gaat om hoe met landschap omgegaan wordt. Daar heb ik al heel veel over gezegd. Ga ik nou niet zo ver meer op in. Maar het gaat ook over plattegronden en gevels en hoe die zich tot elkaar verhouden. Het gaat over materiaalgebruik, het gaat over decoratie en het gaat over kleur. Dus het gaat niet alleen over het geraamte, het skelet van de gebouwen, maar het gaat ook over de manier waarop het skelet zich toont, hoe het zich kleedt, hoe het zich vertoont. En wat ik daarbij interessant vind, is bij al deze elementen elke keer van hoe daarbij ingespeeld wordt op die Zaanse lijnen, hè? Op deze Zaanse lijnen en op dat merkwaardige, ongrijpbare tussenniveau. Nou, dat idioom, Zaanse idioom, zelf vele talen. Ik noem een paar trefwoorden om het een beetje op te roepen. Het gaat over houtbouw. Maar dat zijn de kleine huisjes. Het gaat ook over loodsen. Het gaat zeker ook over fabrieken, grote fabrieken. Het gaat ook over tuindorpen, zoals we die in andere steden en plaatsen ook tegenkomen. Het gaat over forensenbuurten. Het gaat over de groene woonwijken van na de oorlog. Het gaat niet alleen over woongebouwen en fabrieken, over particuliere instellingen. Het gaat ook over overheidsgebouwen.
waarmee de samenleving ook een bepaald beeld van zichzelf neerzet. Of een bepaald beeld van het gezag neerzet. Of een bepaald beeld van democratie. En er spelen stijlen in mee, als je dat zo kan zeggen. Ik vind het altijd een beetje een moeilijk begrip, maar toch maar even. Vernacular, klassicisme, eclecticisme, modernisme. Nou, misschien nog wel meer. En het gaat dus ook over bouwwijzen en materialen, over die ook een bepaalde manier meebrengen van hoe skelet en bekleding zich tot elkaar verhouden. Houtbouw, een beetje losjes, houtje touwtje zeggen we. Metselwerk, natuursteen, dus stapelen, dat staat op de grond, dat heeft stevigheid. En beton en glas, ja, meer een soort bedachte constructies, die maar ook een bepaald soort uiterlijk hebben. En ook een bepaalde transparantie kunnen vertonen. Of sculpturaliteit. Nou. En wat doet dat allemaal met elkaar? Hè? Daar gaat het natuurlijk ook om. Nou, dit is even ook een kleine recapitulatie van de vorige keer. Hè? De middeleeuwse tekening waarbij de gevels worden platgeslagen. En eigenlijk de pogingen om dat in zo'n schetsje en in zo'n tekening, om dat als het ware op de tekening al omhoog te vouwen. Dit is bijna ook een kijkdoos waar je van bovenaf inkijkt. Hè? En hier een schetsmaquette van een van mijn studenten uit Delft, die letterlijk geveltjes omhoog vouwt en op een tekening zet, waardoor het opeens een driedimensionale constructie wordt. De interactie tussen, hè, tussen dit en dit, en tussen dit en dit, en tussen dit en dit. En wat de gebouwen daarin doen, hoe ook hun, ja, bijna hun uiterlijk, hun uitdrukking, daarin meedoet, daar gaat het om. Oké. Ja, ik begin even bij die houtskeletbouw. Deze tekening hebben we eerder ook al gezien, hè? Hier zei ik al het lijkt wel een scheepsromp die op zijn kop gezet is. En er zijn ook allerlei technieken in die houtskelet die aan die scheepsromp ontleend zijn. En wat echt geweldig is, als je hele oude tekeningen ziet van de Zaanstreek, dan zie je echt zo'n lint met van die losse huizen. En daar wordt daartussen wordt een schip gebouwd. Hè? Hier zie je het ook. Hier zie je ook die houtconstructies. Dus dat zijn dat maken en dat construeren dat van de huizen en de boten, dat ligt heel dicht bij elkaar. En het interessante is dat houtbouw was natuurlijk heel algemeen. Maar het heeft in de Zaanstreek een enorme vlucht genomen, omdat er gewoon heel veel hout was. En omdat er heel veel vakkennis was over hoe je met het hout om kon gaan. Dus die man die hier aan die boot bouwt, die bouwt natuurlijk met het even grote gemak, bouwt hij ook zijn huis. En wat er nog in meespeelt, dat is die industrialisering in zo'n beetje de 17e eeuw. Hè, toen in de Zaanstreek mocht alles wat in Amsterdam niet mocht. In de Zaanstreek er stonden die 1000 molens in het open land. Daar werd windenergie volop benut. En ik heb er de afgelopen weken een beetje over zitten lezen. Oorspronkelijk werden die planken zowel voor de huizen als voor de boten, werden met de hand gezaagd. Dat was natuurlijk een enorme werk, grote boomstammen die gespleten moesten worden en dan met de hand zagen. Maar op een gegeven moment is ook in de Gouden Eeuw, in diezelfde periode, is de krukas uitgevonden. En daarmee kon je opeens de energie van zo'n molen, de windenergie, mechanisch overbrengen op een soort zaagmachine, waardoor je het mechanisch kon zagen. En dat was natuurlijk een soort revolutie voor de scheepsbouw, maar ook voor die houtbouw. Dus dit hebben we de vorige keer ook gezien, hè? Hoe al die houten huisjes als scheepjes op het droge zijn gesleept en gewoon langs het water naast elkaar zijn gezet.
En dit is nog wel vond ik een grappige tekening. Hè? Dat eerdere tekening, dat je liet het skelet zien, dan kon je als het ware in het houten gebouw kijken. Met al die spanstructuren. En vervolgens worden de spanstructuur wordt bekleed. Vooral ook weer met planken aan de zijkant. En aan de voorkant wordt er als het ware een soort deksel opgezet. En een stukje gemetseld en een stukje, tenminste, en een stuk hout. Dat kan allemaal. En dan net een paar, wordt er een top opgezet en hij krijgt twee oortjes. Maar dat deksel, dat is opeens, ben letterlijk het gezicht van het gebouw. En daar wordt enorm op uitgepakt. Hè? Dus dit vind ik echt een geweldig ding, want hier zie je dat deksel volgt niet meer de contouren van het skelet, maar speelt zijn eigen spel. Dit heet dan een pronkgevel. Dus hij maakt helemaal een soort eigen beweging. Hij staat los bijna voor dat skelet. En wat ik helemaal komisch vind, er wordt een soort tempel, er wordt een fronton op toegevoegd. Hè? Zoals je dat in een Griekse tempel ook hebt. En er worden ook Griekse zuilen worden er toegevoegd. Maar die worden waanzinnig uitgerekt. Worden heel dun. Dus het is een soort, dit noem ik een soort vervoeging. Hè, van bijna een humoristische of ook een beetje mislukt vervoeging. Van klassicisme naar Zaanse huisbouw van scheepsbouwers. Timmerlieden die ook iets bijzonders willen doen. Nou, en dat, dit is dus als het ware een soort, de taal van het klassicisme wordt gecombineerd met de houtbouw. En dat wordt een hele kunst, joh. Kijk, hier wordt het bijna een soort Palladiaanse orde met verschillende van die horizontale lijnen en dan een hele kolommenorde. En hier ook met een mooie lijst afgedekt. Hier wordt het een soort sierwerk. Nou, die oren hier zo, hè, die worden helemaal, daar worden een soort oorbellen in gehangen, bij wijze van spreken. Kijk, dat is dan in de stijl van Lodewijk de 15e. Nou, ik kan al die Lodewijken niet uit elkaar houden. Dus er wordt Leentjebuur gespeeld bij een heel andere cultuur, een andere taal. Maar ja, Lodewijk de 15e, de Franse koning, natuurlijk deftig. Dus hiermee deed je ook een performance, om maar zo te zeggen. Je presenteerde je op een soort manier. En ja, dit straalt natuurlijk binnen de Zaanstreek ook rijkdom uit en kennis van de wereld. Hier heb je nog zo eentje, die lijkt op die vorige. Met dat fronton en die enorm opgerekte zuilen. Maar hier zie je fantastisch hoe dat helemaal als een losse pronkgevel, als een soort masker bijna, voor een doodsgewoon Zaans huisje staat, een boerderijtje. Nou, wat heel interessant is, is dat je dat leentjebuur spelen bij het klassicisme, dat is natuurlijk ook gewoon letterlijk bij de buren geleend in Amsterdam. Want in Amsterdam, in al die grachtenpanden, kom je weer die frontons tegen, je komt die zuilenordes tegen. Dit zijn eigenlijk allemaal ook oorspronkelijk houten huisjes geweest. Dat is in de stad in steen omgezet, omdat het in de stad veel te makkelijk in de fik vloog. Via allemaal bouwvoorschriften is dat voorgeschreven. Die gebouwen zijn steeds hoger geworden. Maar ze worden bijna op dezelfde manier bekleed. Ook met flaporen. En met oorbellen. En met breed fronton enzovoort. En dit is natuurlijk weer ontleend aan de Renaissance. Alberti. De herontdekking van het klassicisme uit de oudheid. En in combinatie met het centraal perspectief, hè, dus het vieren van de symmetrie en van de wetmatigheid, van de ratio. Natuurlijk ook iets, symmetrie zit ook in onze eigen gezichten. Dus
is ook denk ik een heel fundamenteel gegeven. En ook hier weer dat fronton bovenin en hier iets van die flaporen, zal ik maar zeggen. Ook dit is een schijngevel die geplaatst is voor een oude middeleeuwse kerk. Die net buiten de stadswal van Florence lag. En toen is de stad uitgebreid. En toen werd er ook een hele stelsel van straten en pleinen aangelegd. Deze kerk kwam toen aan een plein te liggen. Ja, en toen moest die kerk natuurlijk aan dat plein ook wel een beetje performance maken. Dus deze mooie gevel ervoor gezet. Dat centraal perspectief, wat hier als het ware op het gebouw is geprojecteerd en wat die symmetrie van het gebouw helemaal verankert en uitwerkt. Dat centraal perspectief was een uitvinding echt in de Renaissance en dat is ook gebruikt in het enceneren van het theater. Nou kom ik op terrein van Gerrit, denk ik. Dus misschien ga ik me nou vergissen. Ik heb van Soeters begrepen dat Serlio hier een heel belangrijke uitvinder in was. Hè. Die had dus echt bedacht van hoe je een tribune kunt bouwen. Dat zie je hier een doorsnede. En hoe je daar tegenover een podium maakt. En dat je op dat podium via dat centraal perspectief met coulissen een illusie van diepte op kunt roepen en als het ware zaken kunt enceneren. En dit, ik weet niet of deze tekening ook van Serlio is, maar dit is eigenlijk een soort voorstelling van wat je dan op dat podium kon laten zien. Hier zie je het podium met die trappetjes, daar zit je met z'n allen vanuit het amfitheater naar te kijken. En dan zie je eigenlijk hoe je via dat centraal perspectief ook de ruimte tussen de gebouwen kunt ordenen en kunt enceneren. En hier is het dan heel erg gericht op die centrale poort. En kijk daarachter, wat zit daar nou weer? Dus het roept enorm diepte op. Ik vind het wel heel grappig. Het is een statisch tafereel, maar tegelijkertijd verlokt het bijna al om erin te willen wandelen. Je zit natuurlijk op dat amfitheater, dus je doet dat alleen mentaal. Het roept voorstellingen op over, ja, als dit place is, dan roept dit al een soort verwachting op over space. En deze vind ik ook wel interessant. Hè? Dit is eigenlijk hetzelfde. Hier is de poort, is de poort gesloten. Daar kijk je tegen de gevel van een gebouw aan. Dit is weer een fronton en een zuiltjes. En daaromheen staan gebouwen eigenlijk iets losser geordend dan de vorige. Maar wat ik echt geweldig vind, dat is, als je je voorstelt dat hier een performance in plaatsvindt, dan zijn er natuurlijk allerlei plekken. Hier kan iemand, als het een opera is, staan te zingen. Maar hier kan iemand vanuit de coulissen al antwoorden. Of, er kan hier op het balkon opeens iemand verschijnen. Of hier kan een deurtje opengaan en er kan iemand ook in meedoen. Totdat hier als het ware bovenop nog een zanger kan verschijnen die ook mee gaat doen. Dus het heeft iets heel theatraals. Het opent enorm veel mogelijkheden. Die mensen zijn er niet, maar je kunt ze je voorstellen. Dus het heeft ook een bepaald soort verwachtingsniveau van wat er wel niet allemaal zou kunnen gebeuren. Aan een soort interactie tussen heel veel actoren. Dus dan gaat het niet meer om de expressie van een individueel gebouwtje, maar om de communicatiemogelijkheden in de tussenruimte. Nou ja, en dan is dit de vertaling naar Zaanstad door Sjoerd Soeters, hè, waarbij eigenlijk ook dat centraal perspectief met dat maken van dat grachtje, wordt de blik natuurlijk heel erg in de diepte geleid. Hier staat zo'n gebouwtje. Nou, het fronton is een Zaans dakje geworden. En de flaporen zijn meer Mickey Mouse oren geworden. Nou ja, dat vindt Sjoerd allemaal geweldig om dat soort dingen te doen. Maar eromheen, het gaat hier ook met trappen omhoog. Er zijn bruggetjes. Hier kan je zitten op het randje. Hier kan je zitten bij de treden. Hier zitten balkons in. Maar je kunt je ook voorstellen dat je hier uit het raam kijkt. Of, dus dat
Hier in het vlakke gevels, hier is weer even een gebouw wat zich puntig toont. Laat ik zeggen, hier is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat vernacular, die bijna informele beeldtaal van het Zaanse huisje, wat je, als je een beetje geld hebt, op gaat frunniken tot een klassicistische pronkgevel, is opgetild naar het niveau van echt een icoon van heel Zaanstad. Dus het gaat hier van een particuliere show-off. Kijk wat een mooie oorbellen ik heb. Kijk wat een mooi petje ik op heb. Gaat het naar veel meer een soort openbaar theater, waarin allerlei interacties plaats kunnen vinden. En nou ja, dat komt natuurlijk in dat Intel Hotel, dat heb ik geloof ik. Nou ja, hier kan je het ook heel mooi zien, hè, deze wereld. Ja, ik vind dit, ik ga er niet al te diep op in. Ik vind het ook veel te ingewikkeld en veel te druk. Maar wat wel toch heel leuk is, hier heeft iemand zelf bankjes neergezet. Hier staat een bank op een brug. Het zit helemaal vol. Hier kan je weer kijken, lopen. Je kunt hier kijken naar hoe die mensen daar zitten. Hier zit het balkonnetje waar de burgemeester zijn Koninginnedag toespraak zou kunnen houden. Hier zitten hotelgasten die een raam open kunnen doen. Kortom, de ruimte tussen de gebouwen is helemaal opgemaakt dat daar allerlei uitwisselingen plaats zouden kunnen vinden. En ik contrasteer dat expres even, want dit is natuurlijk hartje Zaandam, vlak bij het station, bij het stadhuis, heel veel mensen overdag. Er zijn natuurlijk hele grote delen van Zaanstad, daar heerst nog eigenlijk deze sfeer. Dus dit noem ik stedelijk en dit noem ik dorps. Hier zijn alle domeinen zijn een beetje gewoon afgebakend, maar wel met een mooie Haag. Maar ja, je kunt je voorstellen dat hier is de interactie, het gesprek over de Haag. Hé, hey, buurman, hoe gaat het? Met je gras aan het werken? Ja, dat moet weer eens gebeuren. Van de water geven. Snap je? Dat is iets anders dan dit. Nou, ik denk dat voor jullie interessant is dat met de gebieden waar je aan werkt, om je af te vragen waar je zit. Hè? Zit je hier? Zit je daar? Of zit je er ergens tussenin? Bij, ik denk, een station Kogerveld of zoiets. Dat kan iets hebben van dit. Zo druk als hier zal het niet zijn, maar je komt hoog aan, je gaat een trap af, je ziet waar je naartoe gaat, er lopen andere mensen, er staan mensen ergens te wachten op een bus. Bij Vormerveer misschien ook wel. Hè? Met die bocht. De bocht aan de Zaanse kant heeft natuurlijk een beetje een soort theatrale kwaliteit die dit ook heeft. Terwijl aan de Wormerveerse kant, aan de Wormerse kant is het misschien veel meer dit. Nou, dan moet je maar eens afvragen. En nou ja, we gaan er wel een paar dingen tegenkomen ook die daar als het ware tussenin zitten. Want dit is eigenlijk zo'n oud Zaans lint met losse huisjes in een vrij landelijke vorm. Dit is de superstedelijke concentratie ervan. Maar Zaanstad bestaat natuurlijk lang niet alleen maar uit dit. Nou, komen we straks nog op. Dat gegeven van die pronkgevel, dat is in Zaanstad, omdat die zo getimmerd is en er zo los voor staat, en omdat er zulke doodgewone huisjes achter staat, is dat natuurlijk heel evident. Maar zoals ik al zei, in Amsterdam gaat het ook om pronkgevels. Dan vinden we het bijna alweer gewoon. En eigenlijk, dit is een tekening en een gebouw van de Amerikaanse architect Venturi, samen met Denise Scott Brown. Die hebben, nou, dat is een beroemde architect, die hebben ook fantastische, interessante, theoretische beschouwingen over architectuur geschreven. En die zeggen eigenlijk met zoveel woorden dat de pronkgevel eigenlijk een vrij universeel architectonisch model is. Ik zei al, hij komt in de Renaissance komt hij voor. Maar zij zeggen in, laat ik zeggen, de Amerikaanse architectuur langs de highway, dat zijn vaak allemaal van die hele eenvoudige gebouwen. En er wordt een soort pronkgevel voorgezet. Of, wat ook wel gebeurt, er wordt gewoon een gebouwtje neergezet. En langs de highway
waar je met grote snelheid langs rijdt, daar zet je een billboard neer. Hè? En eigenlijk is dat, zijn dat twee uitdrukkingen van hetzelfde. Hè? Dit gaat over de performance op een schaal waarbij er nog iemand langs wandelt. Dit gaat over performance, over zichtbaar maken, kenbaar maken, aanspraak maken, kom bij mij, eat, langs een highway. Nou, dat zit een heel verhaal aan vast. Dat ga ik nou verder niet uitleggen. Ik vind het wel leuk om even één ontwerp van hem te laten zien. Dit is een hele kleine brandweerkazerne in een klein plaatsje in Amerika. Het staat ook langs zo'n highway. Hiernaast staat gewoon een of andere schakelstation. Nauwelijks echt openbare ruimte, maar het gebouw doet wel door even, laat ik zeggen, zijn kruin omhoog te trekken. En door een pronkgevel te maken en door zich breed te maken en door er een groot cijfer op te zetten, doet hij eigenlijk een beetje hetzelfde, maar op een moderne manier, als wat Byzaanse scheepstimmerlieden deden in hun huizen. Nou, dat universele model van de pronkgevel, deze dia hebben we volgens mij al eerder gehad. Hè. Hier zitten we in de bocht van Wormerveer. Ja, grappig genoeg, dat van die, het principe van de pronkgevel wordt eigenlijk, vind je in de fabrieksarchitectuur ook terug. Hè, dit is wel de allerduidelijkste. Er zit nog net iets achter, en onder de hijsinstallatie of zoiets. Maar en hier staat gewoon een loods. Met een, zoals Venturi het noemt, een decorated shed is het eigenlijk. Een versierde schuur. En dit is eigenlijk ook zo eentje. En hier doen ze nog iets met woorden. Hè? Hoe verzin je het? Geloof en herinnering. Hoe komt het bij elkaar? Waarom het een en waarom het ander? Is dat geanceneerd? Is er een dichter aan te pas gekomen? Ik weet het niet. Maar nou ja. In performance doet zelfs, kan taal letterlijk nog meedoen. En dit is eigenlijk de oude vorm van diezelfde gebouwen. Heel merkwaardig, hè? Die gebouwen die zijn ooit zo ontworpen en later weer uitgekleed. En, maar hier zie je helemaal, ook hier staan doodgewone schuren achter. En er worden hier een beetje weer zo'n klassiek front wordt ervoor gemaakt. En hier wordt die... Ah, wordt heel breed en bol gemaakt. En ja, dit zijn de achterkanten van diezelfde fabrieken, of ongeveer dezelfde fabrieken. Gewoon een lompe doos met raampjes erin, terwijl aan de voorkant helemaal in de versiering. Nou, daar vind je heel veel voorbeelden van. Hè. Dit is een voorbeeld dat ik volgens mij ook al eerder heb laten zien. Ja, hier kan je eigenlijk niet meer zo goed spreken van een pronkgevel, maar hier wordt... een fabrieksgevel nog wel aangekleed met iets van een klassiek ritme en van relief in het metselwerk, waardoor het in die bocht van die weg het licht elke keer anders valt. Hè? Dus ja, dit is natuurlijk qua ritme en in het perspectief echt wel interessant. Maar je ziet ook, ja, die fabrieken, eerst is het waarschijnlijk dit geweest, hebben ze een stukje opgezet. Hebben ze nog een stukje opgezet, nog een stuk aangebouwd, hier weer iets aangebouwd. Dus die fabrieken, dat zijn gewoon productiemachines. Hup, dan moet de nieuwe productielijn geopend worden. We zetten er nog een ding bij. Nou, dan moet weer wat afgebroken. Daar wordt natuurlijk heel pragmatisch in geopereerd. En dat worden als het ware, die worden op een gegeven moment niet meer bedacht als totaal, maar dat wordt een soort groeisel van dingen die aan elkaar toegevoegd worden. En dat gaat alles maar door. Hè? Ook in de latere tijd zie je, hier zie je nog van die gemetselde dozen. Hier is er nog een mooie kantelenrandje opgezet. Hier worden het al rationele kantoren. Hier wordt het gewoon, bij wijze van spreken, plaatijzer tegen een gevel aangezet. Dit zijn silo's, puur rationeel op opslag van allerlei stoffen gericht. En hier zie je, nou ja, heel, vind ik fantastisch, welke krankzinnige schaalcontrasten erop treden. Hier zie je nog een gebouwtje wat nog performt, wat nog tot uitdrukking brengt, wat er aan verdiepingen in zit, welke menselijke schaal erin zit.
Dit gaat niet meer over menselijke schaal. Dit gaat over de schaal van hoe je heel veel grondstoffen op een bepaalde manier kunt verwerken. En hier zie je weer heel mooi in perspectief hoe het een groeisel is geworden en hoe eigenlijk de frontaliteit die je hier nog kon zien. Hier is het front belangrijk. Hier gaat het eigenlijk over sculpturaliteit. Hoe je grote volumes met elkaar combineert. En dan allemaal pragmatisch gedaan. Maar deze fabrieken, ook deze fabriek is leeg aan het raken. Er moeten nieuwe functies voor verzonnen worden. En dan moet je weer, als het ware, met nieuwe ogen kijken naar de vorm die je daar aantreft en wat je daarmee kan. En ook welke kwaliteiten dat kan hebben voor een nieuw gebruik. Kom ik straks nog op. Dus laat ik zeggen, in die vertaalslag van huizenbouw naar fabrieken, naar frontale fabrieken, naar sculpturale fabrieken, naar dat het opeens weer woongebouwen worden, die gaat alles maar door. En nou ja, ik denk ook binnen jullie opgaves is dat aan de orde, hè? Wat je met bestaande structuren doet. Nou, ben ik uit de tijd aan het lopen? Ja, hè? Dat is altijd. Ga ik gewoon door, Frans? Goed. Nou, zoals we van zo'n ontwikkelingsgang zien, hè, vervoeging van idioom zou je kunnen zeggen. Ook metamorfoses. Hè, van, het lijkt het een, maar het wordt het ander. Het vermomt zich als. Dat kun je ook zien in, laat ik zeggen, een hele grote delen van de stad waar het vooral om wonen gaat. Van huizen naar buurtjes. Dit hebben we eerder gehad, hè, de aaneenschakeling van de losse huizen. Van de op het droge getrokken omgekeerde scheepsrompen, om het maar zo te zeggen. Hier inmiddels stenen huisjes, hier tot 200 in kap gemaakt, maar hier weer de grote dozen van de fabrieken. Dit is alweer een fabriek tot een wooncomplex geworden. Allemaal een beetje aan die informele lijnen gestrooid, waardoor je alsmaar van die verspringingen krijgt met een raam dat aan de zijkant van het huis over de lengte van de straat uit kan kijken. Hier weer eentje. En hier deze is weer frontaal gericht. Nou, dat spel met voorkant en zijkant hebben we het de vorige keer ook uitgebreid over gehad. Hier weer zo'n pronkgevel die schuin op de straat is gericht, maar die zich aan de achterkant, aan de zijkant vanaf de andere richting, achter zijn oren laat kijken. En ja, die geweldige Zaanse vondst van die houtbouw, dat je het skelet dat zorgt voor de stevigheid van de constructie. Daar kan je in de hoek kan je rustig een stuk uitsnijden, zolang je de spanten niet doorsnijdt. En daardoor kan je ook overhoeks uitkijken. En dat speelt natuurlijk geweldig in op die verspringingen. Volgens mij dat je hier via dat raam ook weer in, met de straat mee kunt kijken. Of aan de Zaan met de rivier mee kunt kijken in plaats van alleen maar pal naar de overkant. Dus het is ook een beetje het bespelen van het van profiel en van het frontaal. Hè? Dat, welke extra uitdrukkingen je daarmee kunt maken, dat is interessant. Nou, dan zien we natuurlijk vanaf 1903 met de woningwet en zeker later in de Zaanstad 1910, zie je een hele ontwikkeling, die gaat eigenlijk de hele 20e eeuw door, naar dat de woningbouw niet meer uit zelfgebouwde houten huisjes bestaat, die soms bovendien van enorm armoedige kwaliteit waren, maar naar wooncomplexen die gebouwd worden door een fabrikant of door een woningbouwvereniging, om al die arbeiders die huizen nodig hebben, om die van een beetje menswaardige woning te voorzien. En dan, ja, dan komt het thema van het aaneenrijgen aan de orde. En hetzelfde heb je natuurlijk met de meer burgerlijke variant, noem ik het maar, de forense, mensen met een beter gevulde portemonnee, die ook in buurtjes komen wonen, niet alleen maar meer in losse woningen. Deze huizen zijn gewoon door een ontwikkelaar gebouwd en die
forensen zijn die huizen gaan kopen. Dus ook niet zelf gebouwd. Aan eengeregen woningen, aan bepaalde ruimtes. En dan zie je ook dat vanaf dat moment de aandacht voor de ruimte tussen de woningen eigenlijk onderdeel uit gaat maken van het ontwerp. Nou, dat is eigenlijk een beetje de geboorte van de stedenbouw zoals we die nu kennen. En eigenlijk, kijk, dit is een plaatje dat zou je bij wijze van spreken een Bussum ook kunnen maken. Dit zijn tuindorpen die je elders ook wel tegenkomt. Wat zit daar nou specifiek Zaans in? Nou, wat ik wel interessant vind, hier kan je het al zien, dat hier is al nagedacht over dat dit huis kijkt weer terug in de straat. Dus de frontaliteit van dit huis kijkt die kant op die kant. Hier wordt als het ware hier wordt eigenlijk de kijkdoos behangen met sprekende gevels, zou je kunnen zeggen. Dit is een van de eerste tuindorpen, arbeidersbuurten in Zaanstad, in de Talma-buurt. En daar zijn de straten ook door de ontwerper expres een beetje geknikt. En die komen hier op een pleintje uit. En wat ik wel geweldig vind, is die huizen die knikken dus een beetje mee met die lijnen. Maar daardoor ontstaan er van die posities, van zo'n hoekpositie. En dat wordt een torentje. En dat torentje dat kijkt weer even die kant en die kant en die kant uit. Het torentje kijkt in de straat. Het kijkt ook in het plantsoen. Hier is een gevel die kijkt eigenlijk het plantsoen in. Maar die krijgt nog een erker, waardoor die ook weer, als het ware, in die richting de straat in kijkt en in die richting ook de straat in kijkt. Dit torentje is weer een soort echo in dat spitsje. Hier komen al die operazangers komen tevoorschijn natuurlijk. Hè? Hier komt iemand zijn deur uit. Die gaat, denk ik, een communistisch strijdlied aanheffen. En hier ook. Er zijn overal, hier komt Maar Vlodder uit het raam. En die gaat met de buurvrouw op straat praten. Dus het is ook een geanceneerde tussenruimte die uitnodigt tot expressie en tot interactie. Dit is een ander buurtje in de Zaanstad. Dat is onlangs eigenlijk heel mooi opgeknapt en gerestaureerd. En daar zie je ook dat hier gaat het echt om het aaneenrijgen van de huizen. Die worden niet meer als individueel huis behandeld, maar hier met eerst een verbijzondering, twee poortjes. Symmetrie, ook weer een sanering van het theater. Hè? Serlio die staat hier. En hier lineair, een lange lijn, en dan zit er daar verderop weer een poort. Er wordt zelfs zo'n ding overheen gezet. Maar het grappige is, hier spelen natuurlijk toch weer zo'n thema van die overhoekse frontaliteit, dat dit raam en deze schoorsteen samen eigenlijk het gebouw ook een gezicht geven naar de zijkant, naar de zijstraat, en niet alleen frontaal. En dat deze luifel hier, hup, even de hoek omgaat, en dat dit het hoofdraam is, maar dat dit raam ook nog meedoet. En daarmee betekenis geeft aan dit kruispunt. Ja, daar word ik enthousiast van. Dan denk ik van, er zit helemaal vol met allemaal dingen waar je iets van kunt leren. En die eigenlijk allemaal helpt. Kijk, later zie je, dan worden het gewoon strengpersrijtjes. En dan worden het een blinde kopgevels. En dan wordt zo'n dwarsstraat, die wordt meteen doods. Terwijl hier wordt als het ware, door de performance van de architectuur, worden de tussenruimtes worden betekenis gegeven. Dit is meer die burgerlijke variant van de forensendorpen. Nou, je ziet een mooie laan waar echte bomen in geplant zijn. Nou, dat was in Zaanstad ook een hele revolutie, want er stond misschien af en toe wel eens een boom, maar misschien werd die ook al vlug weer omgezaagd om er een schip van te bouwen. Maar hier is dat echt van tevoren gedaan. En hier zie je eigenlijk ook dat het individuele huis is nog steeds uitgangspunt, maar hier worden ze al met z'n tweeën samengevat. Ze worden aan elkaar gekit. En in de straat zie je dat hier ook weer erkers weer
overhoekse ramen. Eigenlijk niet het weggesneden hoek, maar het naar buiten geduwde raam. Waardoor je over de hoek uit kunt kijken. Hier luifels, er wordt eigenlijk een soort heel ritme langs die straat aangebracht. Waarin met horizontale luifels en die overhoekse ramen een interessant geheel ontstaat. En ja, dit is de tijd van ook van de suburbanisatie. En ja, het grappige is dat die horizontaliteit van die luifels en van die erkers, die is net zoals de pronkgevel te leen. Leentjebuurt speelt bij Alberti, speelt de erker en het luifeltje Leentjebuurt bij Frank Lloyd Wright in Amerika. En nou, hier zie je ook, dat is nog een hele symmetrische gevel, maar die daklijst die maakt het heel horizontaal. Die gaat ook helemaal de hoek om. Hier heb je zo'n erker. Hier krijg je ook die horizontale banden. Waar de bovenramen in opgenomen worden. Nou, dat zie je hier ook. Hè. Dit is Robert van het Hof. Iemand die heel goed naar Frank Lloyd Wright heeft gekeken. En al ergens in 1915 of zo deze villa bouwt. Met ook van die mooie luifels. En nou ja, en volgens mij 8 jaar later of zoiets bouwt Rietveld, al het Rietveldhuis. Waarbij die horizontaliteit opeens ja, bijna explodeert. Hè. En de luifels zich verzelfstandigen en de vlakken losraken en het helemaal tot een soort sculpturale positie, compositie wordt. Waarom laat ik dit zien? Omdat, als het ware, dit gebouw, ja, dit vind ik echt zo geweldig. In de Zaanstad vind je gewoon de te heet gewassen variant daarvan. Hè? Ook hier horizontale daklijsten, schuine, flauwe kappen. Die horizontaliteit die wordt benadrukt, eigenlijk om het gebouw ook breed te maken. Dus niet zozeer een pronkgevel die je trots maakt, maar de breedte zoeken. Dat wordt benadrukt door die horizontale lijnen. Hier zo'n plantenbak, door deze luifel, hier die erker. Nog versiering in het houtwerk hier in het midden zie. Dit is al helemaal, daar is echt hun best op gedaan. Maar ja. Zaanstad. Niet zoveel ruimte. Geen lege prairie, zoals bij Frank Lloyd Wright. Maar kleine kaveltjes die geld kosten. Dus enorm dicht op elkaar geplaatst. Hier zit nog net een steegje. Daar zit nog net een deurtje. Waar een mens met nou, een fiets nog net naar het achterpad kan komen. En hier die dakranden die bij Frank Lloyd Wright, wauw, zich uitstrekken naar de prairie, die raken elkaar bijna. Ja, ik vind dit ook gewoon ontzettend leuk eigenlijk. Dat hoe ook weer die, hoe met die taal omgegaan wordt, hoe als het ware een taal uit de prairie van Amerika, met ja, ook de betekenis en het gevoel van vooruitgang en ruimte en de luxe van het suburbane, hoe dat als het ware ook vertaald wordt naar het Zaanse. En nou ja, kijk, hier zitten ze pal naast elkaar, maar hier zitten we in Zaanstad in zo'n schuin straatje. Hier verspringen die gebouwen ten opzichte van elkaar. Hier gaan de ramen en die horizontaliteit gaat ook de hoek om. En dit... Ja, dit zou ik nog een keer uit moeten tekenen, maar dit ligt aan een T-splitsing. Dus dit raam kijkt zowel deze straat in als die straat in. En dit raam kijkt weer langs dat huis die straat in. Dus hier is eigenlijk die vertaling van die horizontaliteit en die alzijdigheid, die uiteindelijk in Rietveld zijn apotheose bereikt, die wordt hier, als het ware, toch heel precies en heel nauwkeurig op de Zaanse situatie geënt en daarmee wordt op een hele subtiele manier op die Zaanse knikkende lijnen ingespeeld. Ja, daar zit dus een soort intelligentie bijna op het niveau van het gebouw in. En ja, dit is ook zo'n straatje en dan komt hier weer een straat, gaan een schuine straat, loopt daar weg, kan je daaraan zien. En dit huis heeft dus ja,
wat is hier zo'n voorgevel? Dit huisje zou kunnen zeggen, het heeft zo'n voorgevel in die richting. Met een erker en een openstaande deur. Maar het heeft hier weer een zijraam. Dat zijraam, tjaks, dat pakt als het deurtje in het theater van Serlio, pakt het opeens deze hele straat. Dus ook dit is een enorm spel met weer die overhoekse frontaliteit. Hier komt eigenlijk dat weggesneden hoekje van de Zaanse houtbouw weer in terug. Kortom, hier wordt Zaans idioom gemengd met externe invloeden. Helemaal bespeeld om in te spelen op het Zaanse lijnenspel. En dit is weer een heel ander voorbeeld. Kijk, hier zie je rijenhuizen aankomen. Daar zie je ook rijenhuizen aankomen. Hier komt ook een rijenhuis aan. De kopgevel is net even bewerkt. Hè. Dit zijn nog hele kleine gemetselde flapoortjes. En hier krijgt hij nog even een kuif. En een groot raam met twee ogen in het midden. En hier een beetje hetzelfde. Hier nog weer zo'n overstek. Dit is weer Frank Lloyd Wright. Met nog net een symmetrische kopgevel. En de voordeur zit aan die kant. En die schoorsteen precies in het midden. Dus eventjes gezichtje, gezichtje in die richting. Gezichtje in de andere richting. Die straat loopt er als zo'n beetje geknikte Zaanse straat tussendoor. En die gebouwen die spelen er allemaal op een bepaalde manier op in. Dit vind ik allemaal situaties. Hier zou je eigenlijk ook graag weer zo'n middeleeuwse tekening van maken. Waarbij je eerst die gevels eens eventjes plat trekt. En ze dan rechtop zet. En als je er dan in kijkt, dan heb je gewoon in je ontwerplaboratorium, als het ware het ruimtelijke spel, kan je in de vingers krijgen om dit soort dingen te doen. Nou. Frits, sorry, mag ik wat zeggen? Voordat je doorgaat. Ja, wat wel heel interessant is van het Rietveld Schreuderhuis, zeg maar. Je had het over die Zaanse hoek, zeg maar, die eruit wordt gesneden. Ja. En dat Rietveld natuurlijk ook daar, want heel die kozijnen aan de buitenkant. Je ziet mijn muis niet. Ja, daar ja, die gaan natuurlijk helemaal open en die slaan naar buiten. Dus daar wordt ook die overhoekse kwaliteit natuurlijk gehaald. Ja. Als het ware, als dat hoekje eruit wordt gesneden, zoals in Zaandam, zeg maar. Ja, ja. Nee, en dat vind ik dus het leuke, dat kijk, er is natuurlijk altijd een debat ook over dat Zaanse idioom. Dat is ook een beetje Sjoerd Soeters, die steekt het vaak zo in. Dat is heel iets anders dan het modernisme. Hè? Dat bespeelt die decorated shed en de frontaliteit. En terwijl wat ik eigenlijk probeer te vertellen is dat ook in het modernisme aanknopingspunten zitten die rijmen met de Zaanse situatie. En dat dus het idioom niet begrensd is van dat is één idioom en dat hoort op deze plek. Maar het is een idioom wat in wisselwerking staat met een wijde omgeving van een beeldcultuur die is onbegrensd in principe. En dat die als het ware vervoegd kan worden naar het specifieke Zaans. Ja, precies. Ja. Dank voor je interruptie. Leuk. Ook iets wat ik vind dat in Zaanstad vaak een beetje onderbelicht is, maar wel toch heel belangrijk is, dat Zaanstad niet alleen uit huisjes bestaat en uit en huisjes aaneengeregen in buurten en niet alleen uit de fabrieken. Het kunnen natuurlijk particuliere ondernemingen zijn en waar de pragmatiek hoogte viert, afgezien van dat ambitieuze fabrikanten natuurlijk ook graag een pronkgevel maakten. Er zijn ook collectieve instituties, hè. Er zijn overheidsgebouwen, niet alleen gebouwen, ook constructies die eigenlijk op een bepaalde manier proberen om iets van het collectief of van de samenleving als geheel tot uitdrukking te brengen. Dit is de oudste sluis in de Zaan naar wat vroeger het IJ was. Dit is waar de Dam de Zaan kruist.
En dus de plek waar Zaandam zijn naam aan ontleent. En waar het min of meer ontstaan is. En wat ik hier heel mooi vind is... dit was echt een technische constructie natuurlijk. Die niet door een particulier werd aangelegd. Maar door, voor zover het toen een overheid bestond. Een waterschap, denk ik. Die heeft dat gedaan. En die heeft daar flink in geïnvesteerd. Hè. Dat is allemaal onderheid. Gemetseld, natuursteen aangevoerd uit de Ardennen of zoiets, of uit weet ik veel. Gemetselde gebouwen, een soort van symmetrie, ja, een beetje niet helemaal kloppend. Hè. Hier twee ramen, daar één raam, maar ze proberen het wel te doen. Een stukje theater bijna, hè. Weer Serrio, twee gebouwen aan weerszijden. Een middenas die het perspectief, op centraal perspectief geordend. En een paar enorme wapenschilden die het Hoogheemraadschap of het Waterschap of de gemeente Zaanstad, ik weet niet precies welke wapenschilden het zijn, maar die laten zien van hier zijn wij. En hier staan wij voor, hier gaan wij voor. En ook een architectuur die niet die voorlopigheid van de huisbouw communiceert, maar die juist permanentie, stabiliteit, robuustheid communiceert. Dat wordt in het Zaanse vlug vergeten. En ik vind het interessant dat het duidelijkste of het eerste voorbeeld zich dus precies op dit punt bevindt, dat het namelijk ook een civiele constructie is die gaat over de ontmoeting van land en water, en die dat probeert als het ware stabiel te maken en uit dat aan dat eeuwige instabiele gewiebel probeert te ontsnappen. Nou, die sluis, dat is hier zie je hem nog een keer op een luchtfoto met die twee gebouwtjes. Dit is de oudste sluis en hier zie je dat er omstreeks, nou dit is 1924, dat er begin 20e eeuw een hele nieuwe sluis is gegraven, dat de oude dijk die hier liep, die op die kerk afkomen, is gewoon doorbroken. En dus hier is de weg omgelegd. En hier zijn weer allemaal nieuwe gebouwen gebouwd. Ook, ja, geen houtbouw. Hollandse renaissance architectuur. Hendrik de Keizer. Maar in die tijd dus eclecticisme. Gewoon te leen gaan in een bepaalde periode van de geschiedenis. De trotse architectuur uit de Hollandse bloeitijd overgenomen en hier op het front van de haven neergezet. Dus dit is meer de stijl van het eclecticisme. En vlakbij diezelfde dam en sluis werd hier ook het nieuwe stadhuis van Zaandam gebouwd. Ook met een brede symmetrie. Niet meer zonder meer het individuele huis. Met een grote geversierde lijst met een torentje erop. En ook vlak naast de sluis de Sociëteit van de Vrijmetselaars. Goh, die hadden blijkbaar geld, zeg. Moet je kijken, joh. Hè? Te midden van al die houten huisjes werd er dit neergezet. Ook weer een heel breed pand, wat juist de horizontaliteit zoekt. En de zwaarte tot uitdrukking brengt, met natuursteen, met metselwerk. En ook, nou ja, leent van het klassicisme met een beetje gemankeerde kolossale orde en zo'n heel groot, zwaar fries en die boogjes erin. Nou ja, hier toont... De burgerlijke samenleving of de overheid of het waterschap toont zijn, ja, ook zijn power en zijn gezag, als het ware. Hè? En ook dit hoort bij Zaanse Lyon. En dat zie je in latere gebouwen terugkomen. Dit is het postkantoor, wat ook in diezelfde buurt vlak bij de sluis gebouwd is. Een gemetselde constructie die zich breed maakt met die horizontale banden. Ook weer de verdieping in, van die banden. Opgenomen, maar dan ja, meer als het ware een soort sculpturaliteit à la Amsterdamse school. Streng ritme op een horizontale voet, met een soort torentjes erbij.
En een hele voet van natuursteen, helemaal gebeeldhouwd met één Zaanse molen erin. Dit is nog wat anders dan de scheepstimmerman die zit bij te klussen, hè? In een, om een huis te bouwen. Hier is echt denkwerk ingestoken, maakwerk ingestoken, creatieve arbeid ingestoken, zijn kunstenaars ingeschakeld. Hier is een heel vakgebied in stelling gebracht om iets heel stevigs neer te zetten. Nou, en uiteindelijk zie je dat in dit is ook weer bij de sluis nog steeds. Hier zie je de nog weer nadere modernisering van de sluis in de jaren 50. Toen is de sluis nog weer eens een keer vernieuwd. En daar zie je dat dat ook helemaal met natuurstenen gedaan is, met sculpturale vormen die zich om het water heen vouwen. Ook weer heel erg die permanentie tot uitdrukking brengen. Ontsnappen, tegenwicht aan het houtje touwtje overal en het geknutsel in Zaanstad. En een stabiele voet maken voor een heel belangrijk deel van de stad. De sluis wordt op dit moment nog weer een keer vernieuwd. Dus het is al de derde keer in 100 jaar ongeveer. Daar hebben wij het plan voor gemaakt en dan hebben we ook helemaal erop ingestoken om eigenlijk deze sculpturaliteit en deze continue vormen ook in de nieuwe sluizen helemaal voor te zetten. Nou, praat op zich. Een andere gebouw, dit is nu een woongebouw, zie je, woongebouw, maar het was de technische school van Zaanstad in de jaren 30 neergezet, ook. Ja, ik weet niet, misschien was het een christelijke school, maar in ieder geval een soort institutie, een overheids- of collectief gebouw, wat voor de hele samenleving dient en wat ook Amsterdamse school, horizontaliteit, bandvensters, maar ook zwaarte, metselwerk, zware natuurstenen, sluitstenen, om juist permanentie uit te beelden. En sculpturaliteit en ook het bespelen van de hoeken. Dit is overigens een schoolgebouw van Dudok in Hilversum, waar dit ding heel duidelijk op geïnspireerd is. Dus ook hier geldt weer dat vleugen modernisme in het Zaanse idioom doordringen en dat die vooral ook helpen om dat tegenwicht van die stevige gebouwen en van robuuste grondslag te maken. Nou, dit. Ik ben eerlijk gezegd ook een beetje aan het oefenen. ik heb een rol in Zaanstad en daar spelen alsmaar van die discussies over het idioom. Ik vind dus wat Soert Soeters daar heeft gedaan, vind ik echt buitengewoon interessant. Maar ik vind, er zit ook een soort beperktheid in. Dus ik ben ook in Zaanstad alsmaar bezig met te bedenken en te vertellen van kijk nou breder naar het idioom. Ik denk dat het voor jullie ook van betekenis kan zijn. Laat ik zeggen dat idioom van de robuuste architectuur van de instituties. Daar heeft niemand het over en dat probeer ik er echt een beetje in te praten. En zo is er nog wat, hè? Het idioom van het modernisme en van de seriematigheid, de hele periode van de wederopbouw. Dat is natuurlijk, dat heeft in Zaanstad ook enorm zijn sporen achtergelaten. Niemand heeft het er meer over. Nou, dat is misschien voor jullie opgave wat minder interessant of wat minder relevant. Dus ik laat dit even heel snel passeren. Gewoon even duidelijk te maken dat als je het over idiomen hebt en over interne invloeden en externe invloeden die op idioom inwerken, dat dit erbij hoort. Dit is het verhaal waar we zijn. Legio nieuwbouwwijken in Nederland uit de jaren 50 en 60, waar je ongeveer deze foto's kon maken. Ik vind, daar moet je veel preciezer naar kijken, want er zitten hier allemaal ontwerptrucjes in, als je goed kijkt. Die komen misschien ergens anders ook voor, maar ze zijn wel degelijk de moeite waard. Misschien hebben ze ook nog wel iets sounds. Ja. Overhoekse frontaliteit. Heel klein. Ook een overhoekse frontaliteit. Ja, nou goed.
Dat horizontale, maar dan dus gecombineerd met het serimatige, de hele grote aantallen die gebouwd moesten worden. Die bandvensters, die het blok als geheel pakken. De raampartijen en de voordeuren die elke keer de individuele woning laten zien. Het kleine ritme van die uitgemetselde bouwmuren. Ik laat gewoon een paar dingen zien, ook om te tonen van... Het is een specifiek idioom. Ja, ik denk tegenwoordig zal het al heel vlug als gedateerd gezien worden. Ik ben natuurlijk inmiddels wel een oud mens. Hè. Ik heb dit soort dingen gewoon nog zien bouwen. Dus, en ik herinner me nog het soort optimisme wat eraan vast zat. Van dat licht en lucht. En hoe mijn ouders bijvoorbeeld, die toch een beetje uit die bedompte wereld van ja, 19e eeuw, ja, van weer hun ouders. En maar wel van dat soort huizen en de crisistijd. Hoe opgetogen die hierover waren, dat kreeg je ook mee. Hè? Dit was de toekomst. En ik vind nu ja, de combinatie met die volgroeide bomen echt geweldig. Dit is overigens een enorme probleemwerk tegelijkertijd. Nou, ik ging er niet te veel over uitweiden, dus ik ga even door. Maar ik wil maar zeggen, er spelen nou allemaal dingen die heel moeilijk zijn met bevolkingssamenstelling en sociale problemen enzovoort enzovoort. Maar er is ook iets neergezet in ontstaan wat ook geweldig is, hè, waarbij de bomen inmiddels de baas zijn. Ook daar speelt een idioom van serialiteit een rol. Enorme reekse platanen, maar kijk eens wat een groen watertheater hier gemaakt wordt. Hè? Als het nou gaat over centraal perspectief. En dit is ook Zaanstad. Hè? Daar staat zo'n flat, maar ja... Dit doet bijna niet onder voor de Corbusier, zal ik maar zeggen. Het ideaal van dat vrijstaande gebouw in een echt parklandschap. En het gebouw is er iets armoediger aan toe, maar het wordt op het ogenblik gerenoveerd. En het uitzicht is waanzinnig mooi. En de omgeving is van ja, je staat gewoon meteen in de natuur. Dus dit bestaat ook. En ook dit is een deel van het idioom van Zaanstad. En nou ja, mijn pleidooi is, dat moet naar waarde geschat worden. Dit soort dingen hebben jullie niet direct in de omgeving van je ontwerplocatie, maar nou ja, het hoort er toch even bij het verhaal. Wat je misschien wel in je ontwerplocatie hebt, is meer industriële architectuur in je directe omgeving. En ook die is natuurlijk heel erg beïnvloed door het modernisme. En daar laat ik een paar plaatjes van zien. Hè. Ook daar kan je bijna zeggen, kijk hier eens. Een architect, Hooi Schuur uit Wormervier, die heeft deze bladen gemaakt. Zegt van, ja, je kunt in die industriële architectuur ook een soort archetype of een soort idioom, zou je kunnen zeggen, vinden wat uit de jaren 50 komt. Met die rasterstructuur van het betonwerk waarin dingen, gevels zijn ingevuld. Vaak ook weer in stroken, gedeeltelijk glas metselwerk. Ook hier zit natuurlijk een soort grafische kwaliteit in van ritme, van licht en donker. Van, ja, als dit hout was, dan zouden we het weer op de ouderwetse manier typisch Zaans noemen. En dit meer de grotere vlakken met regelmatige ramen. Dit is trouwens het gebouw in de Strijp hè, in Eindhoven. Maar dit is bij de Verkadefabriek. Er zit tegenwoordig een bibliotheek in. Ik denk, dit soort dingen kan je in je omgeving vast ook vinden. Dit is uit een analyse van, hoe heet ze nou ook alweer? Heel recent. Nou, ik ben even de naam kwijt, sorry. Voor Sloterdijk, dus een ander gebied, maar ook diezelfde periode van industriële bouw. En zij wijzen er eigenlijk op van hoe dat heel veel uit geprefabriceerde elementen bestaat. Vaak in grote rasters en grote ritmes. En hoe dat bijna als een soort collage wordt samengesteld in gebouwen waar dan weer een constructieraster achter zit. En nou ja, ook daar kan je dus weer hele composities van maken. Ook dit is een bepaalde beeldstaal die zijn eigen
kwaliteiten kent. Hè? Nou ja, als mensen er goed mee omgaan, kan je ook daar ritme in maken. Contrasten in maken. Iets van sculpturaliteit in oproepen. Je kunt spelen met schaal, hè? Met de hele grote deuren en de kleine deuren. En de enorme raampartijen en de hele kleine raampartijen. Nou. En tenslotte wil ik eindigen met een paar recente vervoegingen en nog even iets over kleur. Maar het is 10:55. Ik stel voor dat we heel even pauze houden. Is dat goed? 5 minuutjes? Ik begin eventjes een beetje bij die Zaanse houtbouw. Hè? Dat zie je in heel veel plannen op het ogenblik, dat ook op een bepaalde manier weer opgepakt wordt. Eigenlijk een beetje in het verlengde, denk ik, van hoe Sjoerd Soepers dat voor het centrum heeft aangezwengeld. En dit is een overzicht van een schema van Faro-architecten, van Jurgen van der Ploeg. Die eigenlijk in al hun werk altijd al wel een beetje met dat vernacular bezig zijn. En hij maakt hier eigenlijk een mooi overzicht van hoe je daar mee om kunt gaan per categorie. Hè? Dus houten huizen of uithuizen met landschap of houten schuur of dat is pakhuisachtig. Dat is in deze kolom. En hij zegt van ja, je kunt eigenlijk letterlijk kopiëren of zelfs verplaatsen. Dat is natuurlijk in de Zaanse Schans gedaan. Hè? En dat gebeurt nog steeds en weer opnieuw. Je kunt ook als het ware een soort abstractie van het oertype maken, waarbij je het eigenlijk heel erg bijna uitkleedt en het tot zijn pure vorm herleidt en tot een soort essentie. Of ja, je kunt ook als het ware flirten met het oertype. Kijk, bij die abstractie dan wordt eigenlijk ook de decoratie wordt ervan afgestript. En in het flirten met het oertype dan denk je misschien over een eigen tijds decoratie na. En dan doe je misschien ook van dat soort spelletjes met dat je de dakkapellen opeens heel erg vergroot. Hè? Dus je kunt ermee spelen, is de boodschap. Dit is een plannetje niet van Faro-architecten, maar van Mulleners en Mulleners. Voor een stukje aan de Zaan, in de buurt van de Zaanse Schans. En daar hebben ze eigenlijk die typologie van die huisjes weer opgepakt. En ook bedacht van, ja, die huisjes gaan we dicht bij elkaar leggen. Een beetje echt als een kleine nederzetting. Als bootjes die op het droge getrokken zijn. Maar je kunt zien, ze hebben allemaal dezelfde grondvorm. Maar soms iets kleiner, soms iets groter. Ze hebben een soort constructief raster. Wat soms in drieën gaat, soms in tweeën, soms in vieren. Soms wordt de symmetrie bespeeld. Je ziet ook dat soms is het raster verdwijnt, maar soms is het raster juist tot uitdrukking gebracht. Soms is het raster donker en de invulling transparant. Of is het raster juist licht en is de invulling donker. Kortom, hier wordt eigenlijk op basis van een beperkt aantal woningtypes en een beperkt constructief principe, wordt een enorm spel gespeeld om met die variatie die je in Zaanstad zoveel aantreft. Ja, hier zie je het een beetje in detail. En hier zie je ook hoe ze met kleur variëren. Ja, dit is niet meer alleen Zaans groen, maar zit vaak wel een tintje groen in, maar zitten heel veel verschillende mengsels in. Dit is een plan wat op het ogenblik een aanbouw is. Waar op één terrein, namelijk het terrein van de oude gasfabriek, daar stonden krankzinnig hoge gashouders. Die heb ik een keer eerder ook al iets van laten zien. Er stonden ook stenen gebouwen en op die stenen gebouwen stonden weer kleine losse vakwerkhuisjes. En op een bepaalde manier komt er terug in het project met dat er één grote gekraakte fabriek teruggebouwd wordt, noem ik het maar even, met een paar, met van die losse huisjes erop, maar ook hoe hier juist weer het pandsgewijze, maar dan een rij, en hier een uit de kluiten gewassen pand met appartementen, en hier, dit maakt ook deel uit van het plan, dit is opeens een losstaand, vrijstaand huis.
Dat zit allemaal in één project. Hier geldt een beetje die contrastregel waar ik het eerder over had. Dat je in Zaanstad meestal of fabrieken hebt of kleine huizen. En dat wordt hier, laat ik zeggen, dat element van het idioom, die regel, wordt hier in een eigen tijdsproject ook weer bespeeld. Dit gaat over hergebruik van industriële complexen. Dit is op het Hembrugterrein. En hier zie je eigenlijk dat een deel van het idioom eigenlijk weer aan de oppervlakte gebracht wordt door heel veel weg te halen, door dingen af te breken. Je kunt hier een beetje zien, hier stonden allemaal aanbouwsels en hier stonden allemaal aanbouwsels, waardoor je deze gevel met die grote glazen vlakken eigenlijk niet kon zien. Dus ook door uit te pellen en door weg te halen, of bijna op te graven, zou je kunnen zeggen, kan je bepaalde kwaliteiten tot uitdrukking brengen. En ook dit is een ontmantelde industriële constructie. Er stonden allemaal ketels in die geen functie meer hadden. Maar daar is het skelet blijven staan. En daar begint nu klimop tegen op te groeien. Dus dit wordt straks een hele grote groene buitenkamer. Een element in de openbare ruimte. Dat zou heel bijzonder kunnen worden. Dit is ook een vervoeging, zou je kunnen zeggen. Hier zie je eigenlijk een bestaand gebouw wat helemaal in die modernistische traditie zit, met een enorme horizontaliteit en een repeterende rasterramen. En daar heeft het bureau van Rem Koolhaas, Ellen van Loon, een ontwerp voor gemaakt. Het moest uitgebreid worden met een soort artist-in-residence verblijf erbovenop. En die heeft, over accent ging het dan. En er waren mensen die zeiden meteen van, dan zetten we er een toren bij. Maar die zeiden van, nee, we bouwen eigenlijk voort op die horizontaliteit. En we zetten er een laag op. Maar we tillen hem ook op, zodat je er doorheen kan kijken. En we breiden hem uit. We laten hem oversteken. Waardoor die hier eigenlijk een soort, bijna een soort theaterruimte. Hè? Het is een kunstgebouw, moet het worden. Met een overstek. Hier maakt het gebouw eigenlijk ook weer een stuk buitenruimte. En dit is een gebouw van eigenlijk ook een oude fabriek. Je kunt hier een beetje de oude contouren zien in dat metselwerk. En daar worden ook woningen in gebouwd. Dat is heel ingewikkeld. Die fabriek had allemaal verschillende verdiepingshoogtes. En voor een deel wordt het uitgebreid en opgetopt. Het is een ontwerp uit het bureau van Bjarne Mastenbroek. En dat gaat eigenlijk door op die sculpturaliteit, zal ik maar zeggen, van die modernere fabriekscomplexen waar elke keer weer een doos aan toegevoegd werd. En wat dan bij elkaar zo'n sculpturaal geheel oplevert. En hij bouwt daar eigenlijk op voort. En dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Met een heel andere achtergrond dan die industriële rationaliteit. Kun je wel op doorspelen. En dat levert natuurlijk ook allemaal dakterrassen op en zo, waar mensen hier gebruik van kunnen maken. Dus die operazangers van Serlio, die kunnen hier weer overal kunnen ze losgaan. Hè? En dit is de grote Mineba-fabriek, die ik al eerder liet zien. En dit is, dit is een beetje een slechte scan. Maar ook eigenlijk een verzameling van silo's. En daar zijn nou plannen om daar woningen in te maken. Om die silo's bijvoorbeeld hier op te toppen. Die helemaal gesloten volumes vloeren open te breken en ramen in te maken. En ze eigenlijk dus te behangen met de ramengevels. En je ziet opeens dat deze industriële sculptuur krijgt opeens iets van een soort complete stad. Hè? Met allemaal verschillende patronen, verschillende gebouwen. En die kunnen ook honderden woningen in. En die kijken dan uit over het Zaanse landschap. Dat is dan weer zo heel Zaanse. Van bang, langs de Zaan. En er tegenover ligt weer een hele grote meer met een jachthaventje. Ja, een ongekend contrast. Maar ook met een soort kwaliteit. Ja, daar kan je zoveel van maken. Nou, dat waren even een paar voorbeelden. Dan het laatste deel over Zaanse kleuren. En dat gaat natuurlijk over Zaans groen. En dat is
een heel verhaal op zich. En ik ga er een beetje op oefenen en ik probeer het niet al te lang te maken. Ik ontleen heel veel aan Rob van Manen. Die heeft dit boek gemaakt, dit boekje. Zaans Groen heet het. En nou ja, je ziet dan de titel al. En ja, Zaans Groen. Wat is groen? Je hebt groen, groen en groen. En hij gaat eigenlijk in op de recente geschiedenis, de laatste 50 jaar zo'n beetje, van hoe dat begrip Zaans Groen opeens zo belangrijk is geworden. Want daar werd eigenlijk, nooit over gepraat. Dat gebeurde gewoon. En, kijk, al die houten huizen, die moest je natuurlijk onderhouden. Onthoud dat de rot snel weg, dus je moet het insmeren tegen vocht en zo. En dat deed je, kon je doen met teer, dan werd het zwart. En je kon het ook doen met allerlei mengsels waar je ook pigment aan toe kon toevoegen. Dus dat had een hele praktische noodzaak van conserveren. En het moest ook om de zoveel jaren weer gebeuren. Dus ja, je kon er ook elke keer weer een nieuw kleurtje op schilderen. Maar het is eigenlijk de laatste 50 jaar dus opeens uitgegroeid ook tot zo'n soort icoon, dat groen. En hij beschrijft eigenlijk heel mooi de geschiedenis van hoe dat iconische tot stand gekomen is en welke discussies daarover ontstonden en wie daar een rol in speelde en hoe daarbij ook als het ware die, ik zal maar zeggen, de autochtone en de allochtone invloeden, de invloed van binnenuit, die identiteit vanuit het hart. En de identiteit vanuit het hoofd of vanuit die eye of die observer, hoe dat op elkaar inwerkte. Nou, dit heb ik al eerder laten zien, hè? Die huisjes. En je ziet hier een beetje, het is wel leuk, het is een ingekleurde kaart. En je vermoedt iets van het kleurgebruik. En je ziet natuurlijk heel veel rode pannen. En je ziet ook aardig wat groen, dat komt toch alsmaar terug. Maar het is niet helemaal een eenduidig beeld. En Rob Vermanen, die is ook de archieven ingegaan en die heeft, vond ik wel heel interessant, een heel aantal afbeeldingen gevonden van professionele schilders, maar ook wel van zondagsschilders, uit de periode zo omstreeks 1900. En nou ja, daarin kan je zien dat er eigenlijk toch een heel gevarieerd kleurbeeld was, van heel veel nuances op groen, maar ook wel lichtgeel, lichtbruin, beige enzovoort. Soms juist zwart, dat is dat teer. En natuurlijk altijd de rode pannen die er ook een rol in spelen. Het grappige is dat op het moment dat die houtbouw eigenlijk dreigt te verdwijnen, omdat nou ja, al die kwesties van hoe vochtig het was, hoe het wegzakte in de bodem, hoe het al die sanitaire problemen, met die poephuizen, hè, waar we het de eerste keer over hadden. Het was gewoon heel armoedig. Dus die houtbouw die had een hele, stond niet in een goede reuk. Letterlijk niet. Dus iedereen die iets wilde bouwen, ook die woningbouwverenigingen voor de arbeiders, die bouwden in steen. Gewoon voor de permanentie. Dus die houtbouw die dreigde langzaamaan te verdwijnen. Toen waren er een paar mensen, onder andere twee architecten, die bedachten van, ja, die houtbouw verdwijnt, kunnen we daar niet toch een soort, ja, bijna een soort museum voor maken. Dus die hebben als het ware die houten huizen verzameld, op dekschuiten gezet en met vrachtwagens versleept. Nou, inderdaad zoals die omgekeerde scheepsrompen, hè, dat is niet al te zwaar allemaal, dus dat kan je verplaatsen. En die hebben het bij elkaar gezet in de Zaanse Schans. En nou ja, dit waren eigenlijk afgebladderde situaties, dus die panden moesten weer opnieuw geschilderd worden. En dat gebeurde in groen. En Rob van Manen beschrijft heel mooi van waarom moest het groen zijn. Nou, omdat, nu moet ik even spieken, omdat Jaap Schipper dat daar vanaf het eerste moment voor koos, dat was die architect die daarvoor bedacht had, en Cornelis de Jong, zijn compaan, het daarmee eens was. Dus en die hadden natuurlijk wel een soort besef van, ja, groen, dat heerste ook echt. En dat had ook wel zijn redenen, want groen was een makkelijke kleur en was een goedkope kleur. Blauw was bijvoorbeeld veel duurder en was echt een kleur met status. Je ziet ook dat in sommige groenen blauw een beetje is bijgemengd en had het alweer meer status.
Maar de groen waar zij voor kozen was eigenlijk het groen wat toen in de jaren 50, 60, vorige eeuw, in opkomst was. En dat was groen wat bij de fabriek, de Sikkensfabrieken, makkelijk uit een potje kwam. Dat waren dus opeens gestandaardiseerde kleuren, terwijl vroeger al die kleuren met de hand gemengd werden. En iedere zelfklussende schepen, dan wel huizenbouwer, dat zelf deed. En dit heette ook wel monumentengroen. Het was een soort groen waarbij het wit van de kozijnen heel goed naar voren kwam en dus ook de ritmiek van de raampartijen. En dat werd met name in de Amsterdamse monumentenzorg heel consequent toegepast. En met dit beetje chique monumentengroen toe te passen op de Zaanse Schans, werd als het ware de Zaanse Schans onderdeel, nog extra onderdeel van de Nederlandse monumentenzorg. Van het idioom, van de taal van de Nederlandse monumentenzorg. En dan heeft Rob Vermanen, dus die zegt van dat is eigenlijk een moment dat in dat idioom iets, als het ware, wordt vastgezet. Maar ook hier wordt weer Leentjebuur gespeeld. Heeft het een invloed van binnenaf, maar ook een invloed van buitenaf. En hij zegt van ja, dan wordt het als het ware wordt het een beetje statisch. En hij beschrijft dan in zijn boek heel grappig een aantal wat hij noemt kleurincidenten die optreden in Zaanstad. Waardoor iedereen die denkt van ik moet in het groen. Ik trek altijd een groen jasje aan als ik een huis bouw. Maar dan zijn er opeens mensen die komen met een lichtgroen of een donkergroen of een ander groen jasje aan. En dan wordt er opeens over gepraat. Om te beginnen tussen die monumentenzorgers onderling. Dus wat gebeurde er? Er was op een gegeven moment een schilder die had het verkeerde potje gepakt. En daardoor was er opeens een huis in lichtgroen tussen het donkergroen. En er wordt ook prachtig beschreven dat die mannen die hebben ergens zitten eten, ze komen buiten en dan zien ze, er staat een lichtgroen huis tussen. En die Jaap Schipper die zegt, van, ja, dat kan helemaal niet, want het moet donkergroen zijn. En dan zegt Cornelis de Jonge opeens van, hé, maar het is eigenlijk wel grappig, want daardoor komt het donkere groen weer beter tot uitdrukking. Dus er ontstaan gesprekken waardoor die code van dat donkere groen langzaamaan een beetje softer wordt. Even kijken. Dit is de Zaanse, de groene waaier die dan op een gegeven moment voor de Zaanse Schans wordt gehanteerd. Daar zie je dus dat donkere groen, maar je ziet dat die waaier is na die vergissing en het effect van hé, dat is misschien toch eigenlijk wel aardig, is verbreed. Dan, ik weet niet precies, maar dan is er één kleurincident en dat is heel oud. En dat is een schilderij van Monet. Die heeft in 1874 of zo, heeft hij ook Zaanse houtbouw geschilderd, hè, hier aan de Zaan. En verdomd, het pand is blauw. Of blauw-groen, maar in ieder geval. En dat is Monet. En Zaanstad, haaptrots dat er Monet hier is geweest. Ja, het komische is natuurlijk hier van dat mensen zich ook afvroegen van ja, Monet blauw, is het ooit wel echt blauw geweest? Of heeft Monet gedacht van ja, met deze bloesem en het contrast met dit rood en hier juist de donkere pannen, dat levert mij een veel mooier schilderij op. Nou, daar was hij natuurlijk schilder voor. Maar goed, het is echt historisch uitgezocht. Dit pand bestaat nog, intussen helemaal ingebouwd. En alle verflagen zijn er afgepeld en verdomd omstreeks 1874 komt er een blauwe laag tevoorschijn. Overigens tussen allemaal groene lagen, groenachtige lagen. Dus de verdenking is dat het pand in de grondverf stond toen dit geschilderd werd. Maar goed, het maakt intussen wel deel uit van de iconografie van Zaanstad, zou je kunnen zeggen. Dus dit was zo'n soort kleurincident wat de eenduidigheid van dat groen opeens op een ander been zette. En er is nog zo'n incident geweest, en dat gaat niet over de houtbouw, maar dat is een van de weinige klassicistische, overigens prachtig ontworpen, stenen gebouwen in Zaanstad. Van een toenmalige stadsarchitect. Een beetje Schinkelstijl of Italiaanse stijl.
En die heeft deze villa ontworpen en die moest op een gegeven moment weer een onderhoudsbeurt krijgen. En toen zei de eigenaar van ja, dit is een uit de eclectische periode. Dit is een villa in 100% Italiaanse stijl. Ja, Italiaans, Toscane, Como meer. Dat is okergeel. Dus ik smeer er okergeel op. Dat past bij het pand. Nou, in Zaanstad wisten ze niet wat ze zagen. Hè? Van, je had ofwel het groen of je had een beetje neutrale kleuren. Dus hier is een enorme hommelus over losgebarsten. Met de monumentenzorg erbij van of dat nou klopte en of het historisch klopte. En nou, dus een enorme strijd van meningen. En, maar eigenlijk is het heel grappig, want dit was dus eigenlijk wat je noemt een exoot. Hè, dit was iets wat helemaal van buitenaf kwam. Italië, ja, eclecticisme in Zaanstad neergeplant. En, maar dan is het zo komisch dat die eigenaar die zegt van ja, het komt uit Italië, dus het moet geel. Dus dat bracht als het ware zijn eigen code met zich mee, die zo anders was dan de Zaanse code. Dat, en dan, ja, ik vind het dus ontzettend grappig om dan te lezen bij Rob van Maan hoeveel opwinding dat teweeg brengt. Het is alsof iemand zich misdraagt. Of zich niet aan de regels houdt. En een beetje in zijn blote kont rondloopt of zoiets. Of nou ja, een geel pak aantrekt terwijl iedereen in een groen pak rondloopt. Dat doe je toch niet? Dus dat bedoel ik een beetje met die omgangsvormen. En ik vind het zo interessant dat die omgangsvormen dus... Bij kleding kun je dat heel goed begrijpen. Maar als het nou om architectuur gaat, is de verf of is de kleur bijna zoiets als de kleding. Maar het gaat natuurlijk ook verder. Nou, wat je ziet is dat er na heel veel discussie uiteindelijk het pand weer teruggeschilderd is naar een veel neutralere klassicistische kleur. En ik geloof dat er nou weer iets anders op zit. Maar in ieder geval, ook dit was een kleurincident. En dat leidde ertoe dat toen, kijk, toen dat centrumplan werd gemaakt door Sjoerd Soeters, toen heeft hij gezegd, ik doe dat Zaans groen, maar ik breid de kleurenwaaier uit met een paar tegenkleuren, waardoor het aan levendigheid wint. En hij heeft dus het Monet Blauw toegevoegd. En nou, inderdaad, hier zit het Monet Blauw, hè, terwijl dit zijn allemaal de andere kleuren van de waaier. En nou ja, het is zoals in de schilderkunst, hè, van een bepaalde kleur geeft een doek natuurlijk een bepaalde sfeer mee. Dat kan het heel sterk en heel heftig maken. Maar dan kan net het inbrengen van één tegentoets, kan opeens de ene toets blauw, zal de groenheid van het geheel juist enorm doen toenemen. Dus het toevoegen van één dissonant kan de klank van het geheel juist doen oplichten. En hier zie je zijn... Zie je het ontwerp voor het stadhuis. En dan zie je dat hier ook weer in die dakkapellen van het stadhuis alle kleuren van de kleurenwaaier zitten. Er zit hier ook een Monet Blauw bij. En hier ook. En hier zie je dat hij ook meer dingen doet. Want hier gaat hij bijna een geelgroen toevoegen. En hier zit opeens een donkerrood tussen die families van de dakpannen. En hier zit iets wat ook weer bijna tegen het zwart aan zit. Dus anarchistisch als hij is, bouwt hij de kleurenwaaier intussen uit. En nou ja, wat je dan ook ziet, is dat op andere plekken in Zaanstad, dit is Domineestuin, dit is een gebiedje wat eigenlijk begonnen is als een krakerswijkje, waar een paar van die oude houten huizen gekraakt zijn, maar waar uiteindelijk de mensen dat in met een enorme liefde voor die houtbouw op een hele zorgvuldige, maar ook orthodoxe manier op zijn gaan knappen. Alle details kloppen, maar met de kleur hebben ze zich ook wat vrijheden veroorloofd. Met hier een hele heldere groen, en hier is het bijna wit of beige. En hier is het ook, gaat het tegen dat gele aan. Dus met al die discussie, naar aanleiding van die kleurincidenten, beginnen deze mensen ook iets te doen. Nou, dit zijn mensen die zijn heel betrokken bij Zaanstad. Dus die hebben ook die discussie als het ware verder gevoerd en op een ander niveau getrokken. Daar hoort dit pand ook bij.
echt een heel breed pand, heel statig, hè? Bijna een beetje zoiets als een houten vrijmetselaarsloge, die een brede gevel naar een tuin maakt. En die is op een gegeven moment ook opgeknapt en die is toen ook in dat okergeel geschilderd. En nou ja, je ziet ook, er gebeurt van alles, hè. Hier gaat het groen van het gebouw en de tuin gaat met elkaar over. En hier is het opeens veel meer een soort helder contrast wat gemaakt wordt. Brit, hier werken mag ik even onderbreken? Mag ik je even onderbreken? Omdat jij nu de baas bent in deze Zoom, moet jij Lotte toelaten. Hoe moet ik dat doen? Dan moet je naar onder gaan, ja, naar participants. Dus naast dat share screen beneden zie je een blokje. Het meest linker icoontje van de onderste reeks, daaronder. Ja, die heb ik niet in beeld. Ja, als je daarop klikt, naar beneden. Dan klik je op de onderste rand, dan komt die in beeld. Nee. Moet ik niet eerst even escape doen? Ja, doe maar eventjes. Je moet even op het Zoom. Zit je in een Mac of in een Windows machine, Frits? Mac. Dan moet je eventjes, als je met jouw muis naar beneden gaat, krijg je dan al die icoontjes te zien? Even kijken, ik krijg hier nou een mededeling. Lotte Grotendorst, enter de weting. Oh, admit moet ik doen. Admit, ja, als je admit doet. Dat is genoeg. En dan kun je, kun je weer klikken op je presentatie. En dan gaat hij gewoon verder. Oh. Ja, even op starten drukken. Goed zo, ja. Ja, we zijn er weer. Goed, dank je wel. Lotte er ook? Dank je wel. Ja, ik zie je niet, Lotte, maar fijn dat je er bent. Helemaal goed, sorry voor de overlast. Nee, joh. Dat is heel goed dat je het even laat weten, joh. Anders dan bungel je er maar aan. Zonde. Laat ik zeggen, die discussie via die kleurincidenten en via dat de gemeente Zaanstad met Sjoerd Soeters opeens zo'n project organiseert, dat activeert eigenlijk al die conventies en de gedachtegang in de stad ook over hoe moet ik me nou kleden? Moet ik me aanpassen? Mag ik ook juist iets anders tonen? Hoe valt dat? Dus er ontstaat echt een debat in de stad. En Rob van Manen, die volgt al die stappen en die maakt ook elke keer die kleurenwaaiers. En die maakt in 2011 deze kleurenwaaier, waarin hier eigenlijk nog die kleuren van het oude Zaanse Schansgroen in zitten. Waarbij hier nog iets van het Monet Blauw is te herkennen. Maar waarbij hier eigenlijk een soort uitbreiding plaatsvindt naar de blauw-grijze, de grijze, de blauw-groene, de lichtgroene en bijna ook naar de rooige. En er wordt ook een symposium over georganiseerd. En dan is het heel interessant, want dan is Rob van Manen die heeft er ook voor gestudeerd, geloof dat hij architect is of kunsthistoricus, weet ik niet precies. Maar die is als het ware de echte vakman en die de intellectuele bagage daarin inbrengt. Sjoerd Soeters is een architect die met Venturi aan komt zetten en met de klassicisme en Alberti. En die begint een heel verhaal over architectuur. Er komen twee 80-jarige housefabrikanten komen op dat symposium. Twee mannen, die heten ook Schipper, geloof ik. En van die knoestige zaankanters met, handen twee keer zo groot als die van mij. Die hadden een timmerfabriek hun hele leven. Dus die wisten alles over die Zaanse houtbouw. Dat waren nou mensen waar als het ware het idioom in het hart zat. Hè? Die identiteit in het hart zat. Zo doe je dat. Die wisten allerlei dingen weer over het kleurgebruik. En die wezen Sjoerd Soeters terecht van, joh, dat jij doet met die houtbouw. Dat slaat allemaal helemaal nergens op. En er ontstond dus een gesprek waarbij die endogene en die exogene factoren opeens echt met elkaar aan de praat raakten. En Rob van Manen die zegt, het is eigenlijk het moment dat je kunt zeggen dat er een soort
kleurcultuur begint te ontstaan. Waarbij dat niet meer alleen een routine is of een ingebakken code, maar iets waar, via waar je je tot elkaar kan verhouden, als het ware. En die een soort maatschappelijke betekenis heeft. En iets betekent voor, als je daar ook sociale cohesie aan af kunt meten of mee op kunt bouwen of juist in beweging kunt brengen. En ik vind dit eigenlijk een mooie cyclus van ook in beweging brengen. En dan zie je, hier zie je een aantal recentere toepassingen in de Westzaan, waarbij dat hele heldere lichtgroen in zit en hier weer oker en hier. En je kunt ook mooi zien dat, je kunt er heel verschillende dingen mee doen. Hier is opeens de decoratie van die lijstjes, die wordt hier opeens een grafische figuur die zich als donker aftekent in het licht. En hier komt zo'n guirlande, wordt opeens een soort opgetrokken wenkbrauw die heel expressief wordt. Terwijl je kunt het ook meer terugdringen. Dit is als het ware een beetje in dat hele idioom, dit zijn ook historische panden, van het kopiëren en het restaureren. En dit is dat project van Mulleners en Mulleners, wat ik er straks liet zien. En dan zie je hoe ze eigenlijk ook met al die kleuren en die wisseling van donker en juist licht, en of het raster donker is en de invulling licht of andersom, dat daar enorm mee gespeeld kan worden. En hij aan het eind van zijn boek zegt van zo'n kleurcultuur die maakt eigenlijk, als je het goed analyseert, altijd gebruik van een kleurbeeldmodel. Dat is een beetje zijn wetenschappelijke insteek. En hij zegt van er is altijd aan de grondslag een soort algemeen kleurbeeld wat een heel groot deel van het oppervlakte bepaalt en de kwantiteit. En hij zegt bijvoorbeeld in Nederland, dat is de kleur van het water, het is de kleur van de lucht, het is de kleur van het gras, van de aarde. Dus daar zitten de groene en de grijze, zijn daar vrij dominant in. En dan heb je een specifiek kleurbeeld dat bijvoorbeeld meer in de architectuur tot uitdrukking komt. Waarvan hij zegt, dat is in Nederland meestal dat bijvoorbeeld metselwerk is relatief donker en kozijnen zijn bijna altijd licht. Hè? Die zijn wit geschilderd. En dat betekent dat de expressie van het specifieke kleurbeeld van die middenmoos, dat die heel erg werkt via de sculpturaliteit van donkere vlakken, waarin zich die ritmes van al die raamopeningen aftekenen. Kijk naar Amsterdamse grachtengordel, kijk naar de 19e eeuwse straten, daar kan je dat heel duidelijk in zien. In het modernisme is dat allemaal wat vager en diffuser geworden. Maar ik denk dat je daar wel wat in heeft. En dan zegt hij, is het eigenlijk een soort top op? En dat is het manifeste kleurbeeld, dat zijn bijna die kleurincidenten die juist opvallen. En die ook die functie kunnen hebben dat ze als dissonant het klankbeeld van het geheel opdoen lichten. Dat in die kleurcultuur er een soort voortdurende uitwisseling is, of een soort samenspel tussen die verschillende lagen. Dit was mijn laatste dia. Goed. Even proberen iets terug te vatten. Ik vond aan dat kleur heel goed te zien hoe zo'n discussie over idioom en identiteit, ook daarin op al die andere vlakken, ook in de constructie en in de architectuur enzovoort, speelt zich natuurlijk altijd zoiets af. Dat er een grondslag is en een hoofdmoot en iets wat als het ware tegengif geeft. En ook laat ik zeggen, voor je ontwerp is het denk ik belangrijk om je dat te realiseren. Dat, we zijn natuurlijk vaak gewend als ontwerper om te denken van, ik wil iets heel speciaals maken. En, dus ik wil, ik richt me helemaal op de originaliteit in het topje. Terwijl, als je in de stedenbouw werkt, dan ben je per definitie eigenlijk ook altijd hiermee bezig en altijd bezig om ook te bedenken hoe het hiermee te maken heeft.
En zeker in de huidige tijd, we hebben natuurlijk ook een tijd gehad dat het groen van het landschap en het blauw van het water en van de lucht, dat bedolven we gewoon onder het grijs van het zand en we begonnen overnieuw. Dus die referentie was niet van belang meer. En we maakten iets totaal nieuws. Maar nu we tegenwoordig veel meer met hergebruik bezig zijn en bezig zijn met het verdichten van de huidige stad en met de duurzaamheid, dan is natuurlijk begrijpen wat zich in die onderlaag en in de middenmoot afspeelt ook heel erg belangrijk. En ik denk dat het juist een element van duurzaamheid kan zijn als je ook duidelijk kunt maken hoe je ook op zo'n op het meer algemene beeld voortbouwt. En dat neemt niet weg dat de duurzaamheid van het geheel nog enorm kan opleven en kan versterkt worden als je er af en toe een manifest kleurbeeld of een manifest gebouw of een manifest ruimtevorm, een plein, een kade, een plek aan de toe weet te voegen. Nou, dat is even. Hier, dit is even mijn verhaal van nu.